Heyo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie mijn allereerste Minecraft Map Showcase. En ja, dit is dus een nieuwe serie hier op Shadowgames23. Er zijn zoveel coole nieuwe Minecraft mappen bijgekomen het afgelopen jaar. En ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop nieuwe games uitgekomen. Waaronder Far Cry 3, en ja, dat is dus ook de map die we vandaag gaan showcase, laat ik maar even zeggen. En ja, dit is best wel grappig, want jullie spelen ook een enorme rol hierin. Want wel, willen jullie de volgende showcase zien, moet ik 15 likes onder deze video hebben. En wel, dan komt er zo snel mogelijk een nieuwe showcase. Niet meteen instant een nieuwe showcase, maar zo snel mogelijk, snap je wel. Nee, maar en jullie mogen natuurlijk ook in de reacties achterlaten of jullie een leuke map weten die ik moet laten zien. En dat zou echt enorm fijn zijn als jullie dan ook even meteen de downloadlink van die map erbij zetten. Want wel, dat helpt mij gewoon echt enorm. En ja, jullie mogen ook je persoonlijke Minecraft survival wereld of je creative wereld naar mij opsturen. En als die cool genoeg is, laat ik hem ook wel zien. En dan geef ik jou een shout-out van je kanaal en of van je Twitter, hangt vanaf wat jij wilt natuurlijk. Dan neem ik wel contact met jou op via personal messages via YouTube. Maar goed, dit mapgevalletje is dus in principe super speciaal, want hier zit ook een texture pack bij en dat komt niet vaak voor. En ja, deze map is helemaal gemaakt op de echte Far Cry 3 game dus. Hij is ook net zo groot. Mijn god, is die map gigantisch. Ik heb er even snel doorheen gevlogen. Dit ding is echt, het is zo gigantisch. Maar ja, en aan iedere eind van iedere showcase gaan wij de map opblazen. Of in ieder geval een deel ervan. En ja, want wel, om deze map volledig op te blazen ben ik echt een uur bezig. Serieus, dit is echt gigantisch. Daarom is de map ook denk ik 200 MB. Dus ja, maar in ieder geval laten we maar eens even erin gaan. En ja, ik heb ook echt gewoon superveel mods geïnstalleerd. Dus ja, daarom kan het zijn alsof ik cheat. Maar goed, wel, je spot in principe hier. Dit is dus in principe de food bar en de health bar en de experience bar. Zie je allemaal wel. Dit is in principe de inventory van de texture pack. Ja, ik heb dit even aanstaan. Maar ja, wel, ik ga even in in game mode zo. Ik ga niet in de chest. Ja, behalve in deze dan. Want wel, hier heb je een beetje starting supplies zo. En de chest. De rules. Ik zal even de rules aan jullie voorlezen. Do not break any blocks. Use ender chest provided to store your stuff. Sleep on beds at night to use as a checkpoint if found. Oké. Regels even terug doen natuurlijk. En wel, hier heb je dus ender chest. Je hebt een bed hier. Wel, dat is een gezellig kamertje hier zo. En wel, dit is dus in principe waar je begint in principe. Ik heb de game niet nooit gezien ook. Ik heb er een paar episodes van de playthrough van de Kickstarter in Alpha gezien. Dus verwacht niet dat ik alles weet. En als ik iets verkeerds heb, dan mijn excuus. Maar ja, wel, hier hebben we de storage engine. Even kijken, oké. Oké. Temperatuur 45%, 95 graden Celsius. En gewoon, de makers van deze map hebben zo erg in het detail gewerkt. Dat is wat ik zo cool vind van sommige mappen in principe. Daar wordt gewoon zoveel in detail gewerkt, zoals science en alles. Dat is gewoon super episch. En ja, de texture pack is in principe gebaseerd op de normale Minecraft. Alleen de bars en zo zijn anders. Je ziet wel, alle items zijn in principe nog hetzelfde. En wel, hier is alles hetzelfde in principe. De mobs zien allemaal wel anders uit natuurlijk. Maar ja, maar ik zal even snel opnoemen welke mods ik allemaal heb. Ik heb de Better Sprint mod. Ik heb Optifine. Ik heb Shaders. Ik heb de Race Minimap mod die ik nu heb uitgezet. Ik heb de Too Many Items. MC Capes heb ik niet meer. Want wel, de rest van mijn mods vonden MC Capes niet zo leuk. Dus ja, dat werkt niet vandaag. Even kijken. Ik moet wel even kijken hoe ik dat verder kan doen. Modloader heb ik. Volgens mij was dat wel een beetje. Nou goed, even in ieder geval. Captain Scorers hebben we hier. Oké. Wel, hier kunnen we naar buiten zometeen. Dat is handig. Wel, hier hebben we de slaapkamer. Oké, hier hebben we wat sorry, die chest van hem zitten. Oké. Hier hebben we de cabine. Kunnen we lekker bootje varen en zo. Kijk, dit bedoel ik dus. Al die signs. Temperature, normal, engine, 400 RPM. Fuel capacity, 65%. Heading. Dit is de koers dus. 185. Oké, gaan we naar buiten toe. Oké, zo. Oké, nou, je ziet wel dus. Dit is in principe echt gewoon super episch. Ik vind die boot echt gewoon super, super cool. Dit is echt een van de coolste Minecraft boten die ik ooit heb gezien. En ja, misschien ga ik ook wel een keer mods showcasen. Hangt er vanaf. Ik ga denk ik, als ik 5-3 episodes hiervan heb, ga ik denk ik dit seizoen even stoppen. En dan gaan we mods showcasen of zo. In ieder geval, ik moet nog even kijken hoe ik het allemaal ga doen. Maar ja, ik ga denk ik af en toe wel eens een keer een normale mods showcasen. Maar ik ga er misschien ook wel een keer een heel seizoen van maken. Dat weet ik niet. Maar we zien wel gewoon, als dit goed gaat, dan weet ik of ik showcase moet blijven doen. Dus ja, vertel het ook even. Ben ik hier goed in? Ja of nee? Maar goed, wel, je ziet dus wel dit texture pack. Dat heeft alle bladeren van de Jungle Leaves veranderd in bladeren bedekt met as.
denk ik. Ik weet het niet. Maar goed, hier hebben we dus een gebouw. Best wel chill. Hier zitten allerlei leuke spulletjes in. Hier hebben we een gestrand bootje. We kunnen wel even kijken hier wat hier allemaal is. Niet echt veel boeiends. Hier hebben we nog allerlei dingen. En ja, ik ga dus niet in principe alles uitleggen over de map. Ik ga niet alles laten zien. Ik ga niet in alle chests kijken. Want wel, de mensen die deze video kijken, die hebben dan waarschijnlijk zoiets van, ik wil hier wel een playthrough over survival op doen. En dan wordt het moeilijk om dat te doen als ik in principe alles al heb verteld, of niet? Dus ja, even kijken. En wat is dit? Oké, zo. Ach, stom. Kabel ook van mijn headset, die beukt tegen mijn computer aan. Nee, maar in ieder geval, je ziet hier dus wel. Oh, wat is hier? Dit wil ik wel even bekijken. Ben ik wel even benieuwd naar natuurlijk. Ik ga wel sommige dingen laten zien aan jullie. Oké, wel, hier kunnen we dus naar beneden. Nou, hier hebben we dus een hele, ja, mineshaft en alles. Daar kunnen jullie allemaal gaan graven. Oh, nee, dat mag niet, hè. Maar je kunt er in ieder geval rond harken, denk ik. Even kijken, oké. Nou ja, je kunt hier dus helemaal lopen en alles. En het is erg groot, dus je verdwaalt hier redelijk snel, denk ik. En daarvoor is, denk ik, de race minimapot wel erg handig. Even kijken, exit menu, oké. Maar in ieder geval, je ziet hier dus wel je watervalletje, gebouwtje extra. Ik zal jullie ook even de mobs laten zien. Van dit texture pack. Even kijken, ik vlieg hier even snel naar binnen. Even kijken, en ik ga jullie niet alles uitleggen, maar wel, jullie moeten het allemaal zelf uitvinden. Even kijken, oké, wel, nou, hier heb je dus wat mobspawns, die zitten overal verstopt. Dit is een zombie, dus ja, echt een soort ninja-achtige neger is het, echt super chill. Hier hebben we de picture van, van die gast, oh god, hoe heet die gast ook alweer? Failure. Laat even achter in de comments hoe die kerel heet. Wel, nou, je ziet hier dus wel, het is een oude bunker of zoiets, ik weet het allemaal niet. Het is wel super episch in ieder geval. Nou ja, je hebt dus aardig wat mobspawns, die moet je verslaan als je hier binnenkomt. Dus ja, hopelijk heb je geen woedensoortje meer, maar in ieder geval een stone sword. Hier heb je dus een skeleton, het ziet echt wel chill uit. Het zijn een soort van, ja, inboerlingen dus, met bogen en zo. Het is echt wel chill met een masker voor en zo, het ziet er echt super lijp uit. Dus ja, goed, dan gaan we even weer terug hier. Even kijken, hier hebben we in principe niks te zitten. Oké, wel, daar hebben we nog een huis. En ja, ik denk dat deze game, nou ja, in ieder geval deze map een stuk leuker is als je de game al hebt gespeeld. En wel, dan snap je het een beetje. Dus ja, wel, hier hebben we een soort, wat is dat, haven ding of zo. Ik zal wel even hierheen gaan, een beetje rondkijken en zo. Ja, kijk, een extra mobspawner dus. Hier hebben we in principe niks. Nog een mobspawner. Oké, hier heb je nog een mobspawner. Dus ja, als het nacht is, ben je behoorlijk fucked in het dorp. Hier hebben we er nog één, holy shit. Wel, hier kun je dus helemaal naar boven lopen. Dan hebben we er nog één. Hier kun je naartoe parcouren. En ja, er zit ook Easter eggs op deze map. Ik ga er niet heen, dan moet je dan mezelf maar even bekijken. Even kijken, wow, wat is dat? Wow, joh, dat is best episch. Is dat een kraan of zo? Wow. Dat heb ik nog niet gezien. Wow, hier hebben we ook helemaal bunkers en alles. Even kijken, ik moet wel even gaan bepalen wat voor deel ik wil opblazen. Wow, dit is een kanon. Wow, met die fines helemaal. Oh, dit is echt een epische map. Ik denk dat als Far Cry 3 meteen al was uitgekomen en deze map, die was er al, of nou, in ieder geval een paar maanden later, denk ik. Want wel, deze is echt gewoon super chill, deze map. En die heeft ook waarschijnlijk enorm veel ja, werkuren gekost, zeg maar. Dan ga ik, of dan had ik hier waarschijnlijk wel een playthrough van willen maken. Samen met Jordi eventueel of zo, weet ik het. Als ik heb toen al kende tenminste. Oh, je kunt er ook helemaal naar beneden. Dan heb je zo'n bunkerachtig ding. Even kijken, wat is dit hier allemaal? Ja, dat is een bunker. Met, jawel, meer mobspawners. Dus je bent nergens veilig. Je moet eerst de mobspawners verslaan en alles. Dus ja, hier heb je nog meer kamers en alles. Dus ja. Oh, je zit hier dus in de bunker zelf, oké. Ender chest, kijk, potions of healing en zo. Dat is echt super lijp allemaal. Oh, dit ziet er echt super episch gewoon. Ik ben gewoon helemaal geflabbergast. Dat is zo cool, vind ik dit. Ja, want het gaat nog helemaal deze kant op. Dus het is echt gewoon op schaal allemaal. En dat is zo, zo cool. Dus ja, ik denk dat ze die game helemaal grijs hebben gespeeld om dit te kunnen namaken. Oké, wel, hier hebben we nog wat. Ik weet niet wat dit allemaal is. Even kijken, oké. Dit ziet er wel episch uit. Bedrock, oké. Beetje raar, maar whatever. Oké, hier hebben we hotel and the bar. Oké, wel, dit is even cool. Hier wil ik even naar binnen. Ik ben netje nog eens even een cocktail. Dan ga ik even op het strand liggen in ieder geval Atla. Dus ja, ik heb eens even een cocktail, jongen. Dus geef me even een cocktailtje, jongen. Dan kan ik even op mijn luie riet gaan liggen. Even kijken, goed. Hier hebben we de employees only kamer. Oké, wel, hooibalen waar ze op moeten slapen. Prima. Wel, hier ga je naar boven. Hier heb je als het goed is kamers. Ja, kamers. Kijk, kamers. Hier hebben we ook een... Wat is dit? Is dit een... Oh, ik snap het niet. We hebben hier een of andere televisie of zo, weet ik veel. Hier hebben we nog een chest met niks erin, oké. Oké, wel, hier kun je nog naar binnen. Dan heb je hier nog allemaal zooi. Hey, noodblok, oké. Hier heb je nog een chest met... Oeh, torches, dat is wel cool.
Oké, ga weer even naar buiten toe. Nee. Oh, wacht, ik wil weer nog boven. Lol. Hey, map spotter. Holy shit, man. Een hele explosie is hier geweest dan dus kennelijk. Oké, wel, hier hebben we nog een toren. Oké. Daar was dus het kanon. Nou goed, gaan we deze kant maar eens even weer opvliegen. Oké, oh mijn god, dit is echt super cool. Hey, daar hebben we de haven weer. Dus ja, je kunt gewoon overal heen en overal is wel wat te doen hier. Even kijken, nou, zijn we hier al naartoe geweest? Nee, volgens mij, dit gaan we hier eens heen vliegen. Oké, zo. Want ik wil eigenlijk wel eens een keer op die berg daar staan, want hier is een berg heen. Ja, oké, laat even alsjeblieft. Dankjewel, Minecraft. Hier is dus nog een huis. Hier is een heel bergpad. Dat is echt wel super cool. Er zijn ook allemaal, hoe heet dat, chest verstopt hier zo. Dat is echt wel lijp. Even kijken, hier hebben we nog een huisje. Hier kun je bijvoorbeeld met een boot of zo langs, als je die hebt gevonden of zo. Je kunt geen bloks breken. Dus ja, dat moet je allemaal krijgen. Oh my god, dit is zo'n sandmars die moest maken, toch? Of zo, dat heb ik een keer gezien in zo'n aflevering, oké. En ik moet toegeven, dit design voor die palmbomen, dat wil ik al zo lang maken. Ik vind dit zo chill onderwerp. Kijk, hier hebben we een zo'n kamer van, hey, mag jij wel naar binnen, meneer? En wel, ja, hier is dus een pressure plate en alles. Oké, wel, dan staat hier dus bijvoorbeeld veilig voor mobs en zo. Want wel, mobs kunnen geen pressure plates activeren van stone. Dus ja, even kijken, goed, wel, hier heb je nog allemaal zooi. Hier kun je niet naar binnen. Oh, sad fish. Even kijken, daarvoor moet je eerst een boeten krijgen. Ja, een boeten. Even kijken, je kunt hier dus niet in. Dat is best wel slecht, maar oké. Yay, mob spawner. Dus het is hier ook weer een challenge. Overal is het dus in principe een challenge. Goed, we gaan hier eens naar binnen. Eens kijken wat hier allemaal is. Hallo. Kun je naar beneden en alles. Hier heb je chest, wat een kompas. Oké. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Zo groot is de map, oké. Wel jongens, weet je wat? Ik denk dat ik het hierbij ga laten voor vandaag. Ik ga de map nu opblazen. Ik ga dit opblazen, want wel, nu ben ik hier toch. En wel, map showcases zijn nooit zo heel lang bij mij. Maar goed, alle dingen van de map showcases staat hier nog een keer onder in de beschrijving. Dus ja, wel, laten we de map maar eens even op gaan blazen. Dus ja, hasta la vista mapje. En wel 15 likes dus, dan krijgen jullie een nieuwe map showcase te zien. Het zou me echt gewoon geweldig lijken als ik ongeveer 3 showcases in de week ga doen. En ja, jullie moeten me natuurlijk wel maps op gaan sturen, want ik heb zelf nog wel een paar leuke maps om te laten zien. Mijn gewoon als Minecraft map ga ik nog wel een keer showcasen. Ik denk voor de 10e aflevering of zo, als een soort charity of zo. Dan ga ik nog wel een keer Skyblock showcase, onze Skyblock map. Die ga ik wel een keer samen met Joran doen. Multicraft ga ik wel een keer laten zien, aan het einde van het seizoen of zo, weet ik veel. Dus ja, ik heb nog allemaal leuke ideeën. Ik ga de TNT Olympics doen, dus ja, jullie mogen afvinden. Adventure maps, PvP maps, gewoon alle Minecraft maps mogen jullie allemaal voorstellen in principe. En wel met een beetje geluk ga ik ze dan ook doen. Even kijken, ik ga in ieder geval verder naar boven toe. Zo, oké. Zo, dat schaap dat gaat zo meteen in swarmer veranderen, oké. Zo, broodje swarmer, ik heb wel zin in eigenlijk. Misschien ga ik vanavond wel, vanavond niet, vanmiddag een broodje swarmer eten. Dus ja, laat even achter, vinden jullie swarmer lekker? Het codewoord voor vandaag, als je deze leuk vond en je hebt hem afgekeken, is het codewoord swarmer. Dus ja, even kijken, oké. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus ja, laat even achter. Heb ik hier talent voor? En jullie mogen natuurlijk ook achterlaten als ik hier geen talent voor heb. Want dan weet ik dat ik het niet moet doen. Dus ja, vonden jullie het leuk? Zo ja, vertel het mij. Vonden jullie het niet leuk? Vertel het mij ook. Als jullie een dislike achterlaten, vertel het mij. Jullie mogen alles aan mij vertellen. Want dan kan ik het veranderen. Dus als je een dislike achterlaat, zeg gewoon, je doet dit verkeerd. Dan ga ik daaraan werken. Dus ja, we gaan gewoon geen dislike geven als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, hij klinkt stom. Of hij heeft slechte kwaliteit, daar kan ik in principe niks aan veranderen. Maar gewoon als ik iets fouts heb gedaan, ik heb iets fouts verteld of zo, dan zal ik dat misschien wel veranderen in de volgende showcase. Dus ja, even kijken zo, we hebben nog lang niet genoeg TNT. De hele map moet eraan gaan geloven, in ieder geval dit hele stuk hier. Oké, want het moet wel een explosieve explosie zijn. Ja, dat. En dit en alles, dus ja. Oké, zo. En we zijn weer terug hier bij dit gebouw, oké. Wel, nu moeten we natuurlijk de toren er even opblazen. Even kijken. Oh, kijk, hier nog meer TNT. Zo, helemaal mooi. Lekker alles eronder. Oké, zo, hier nog wat meer TNT. Oké, perfectamundo. Oké. Remundo van Rocket Power. Ik kijk dit echt niet meer, maar dat was het helemaal een domme keel. Zo, gaan we hier gewoon naar boven toe. Oké. Oh, vlieg alsjeblieft. Oké. Als ik soms een beetje zuig op de controls, komt dat doordat ik bij de sprintbot gebruikt. Nou goed, dit zit dus allemaal onder de TNT. En wel, hasta la vista, mapje. Dus ja, even mode zo. Even de skycam. Oké, boe. Niet alles zal opgeblazen worden natuurlijk, maar dit is een grote explosie. Dus ja, even kijken. Oké, zo. Oh, hier hebben we mobs en zo.
Oké, boom, 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 boom. Ik moet echt toegeven, de texture pack is echt gewoon epic. Dus wil je deze map voor jezelf spelen, staat er een download link hier onder in de beschrijving. Wil je abonneren, staat hier ook een link in de beschrijving. Ik heb mijn beschrijving helemaal aangepast. Dus dan kan het spel fout en alles erin zitten. Maar goed, wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was nou echt een mooie explosie. Dus ja, mooi einde van de map showcase. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat even wat likes achter. Je weet het, 15 likes voor de volgende map showcase. En wel, volg mij op Twitter, @shadowgames23. Want wel, dan weet je wanneer de volgende map showcase online staat. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Minecraft map showcases hier op Shadowgames23. Dus ja, later. Mensjes. Wee.